Ja, het is een teambuildingsdag voor de Rabo-talenten. Ja, je leert elkaar toch ook wel kennen zo. Ik vind het ook vooral heel leuk dat de bondscoaches ook meedoen. Het is heel zwaar, je ziet het dat het zweet staat maar op het voorhoofd. Dus kijk of we het kunnen volhouden. Micha Mulder is geweest. Die heeft wat verteld over zijn carrière. Ik denk dat diep van binnen het maximaal uit jezelf halen je eerste doel moet zijn. Want niet iedereen gaat winnen. Jarenlang volledige toewijding aan het mezelf ontwikkelen en proberen het maximale uit mezelf te halen. Ik denk dat de basis is geweest van het succes. Ik heb altijd wel mijn eigen weg gekozen en dat was soms niet hetzelfde als iedereen deed, maar daarin ben ik niet gerend. Het meeste heb ik gehad aan het verhaal van Micha Mulder is dat je gewoon je eigen plan moet trekken, achter jezelf staan en vertrouwen in jezelf hebben. Wat ik wil vertellen is dat je eigenlijk dezelfde regisseur bent van je topsportcarrière. Het is voor mij wel vandaag heel interessant om even een gesprek met de bondscoach te hebben. Een hele leerzame dag, echt heel leerzaam. Als je ergens echt in gelooft, dan moet je dat gewoon doen. Want geforceerd andere dingen doen, volgens mij is daar nog nooit iemand Olympisch kampioen mee geworden.